kijkt naar Meet the Innovators, de eerste van een serie afleveringen waarin we de deelnemers van Provada Future aan je zullen introduceren. Vandaag bij mij in de studio Bas Jansen van Bloks. Bas, welkom. Leuk je live te ontmoeten na alle teammeetings het afgelopen jaar. Bloks is dit jaar één van de nieuwkomers op Provada Future. En je gaat straks tijdens je pitch vast en zeker meer vertellen over wat jullie doen. Maar eerst even de vraag, hoe hebben jullie het afgelopen jaar beleefd? Heeft COVID jullie juist een steuntje in de rug gegeven? Of hebben jullie last gehad van de omstandigheden? Het was natuurlijk ook voor ons aanpassen. We werken digitaal en in de cloud, dat was gebruikelijk voor ons. Maar we zochten elkaar wel graag op en onze klanten ook. En dat werden inderdaad Teams meetings. Maar bedrijfsmatig is het heel goed gegaan. We hebben echt de beste start ooit gehad. Heel veel nieuwe klanten erbij. En dat zult deels te inzetten dat een aantal klanten wel denken van ja, we moeten anders gaan werken. Het kan niet meer op de wijze waarop we het deden. Ja. Maar ik denk dat de meeste toch echt voor Bloks gekozen hebben voor het niveau wat we leveren, voor de kwaliteit. Okay. Kijk eens aan. En kan je een aantal van jullie meest prominente afnemers noemen? Bijvoorbeeld is Rockfield, die zal hier ook op de beurs aanwezig zijn. Maar wat we met name zien, als je qua resultaten, is het gewoon het resultaat wat ze boeken. We hebben er klanten bij die het echt gemeten hebben en die halen 80% tijdswinst. Oké. Okay. Ja. Hey, en Bas, zoals eerder aangegeven, jullie staan dit jaar voor het eerst op de Provada. Mm. Provada Future, het innovatie- en proptechplein. Wanneer is jullie deelname aan Provada echt een succes? Nou ja, het is eigenlijk al een mijlpaal voor ons, dus dat we er zijn is al echt een succes eigenlijk. Leuk, dat is het teken ervan. Maar wat voor mij echt een succes maakt, is bij een paar mensen het vuurtje kan aanwakkeren. Juist. Dus dat ze echt beseffen van, hey, als ik nou meega in die innovatie, dan kan ik echt voorop lopen voordat ze keihard ingehaald worden door de concurrentie. Juist. Dus als ik bij een paar mensen dat kan aanwakkeren, dan ben ik tevreden. Ik denk dat we daar het juiste podium voor kunnen bieden. Hè. Ik wens je daar alvast vooruitlopend op de zaken heel veel succes. Ik denk dat het goed gaat komen. Bas, we gaan zo afsluiten. Je mag straks je pitch gaan doen vanuit deze studio. Maar graag stip ik nog eventjes het thema aan van Provada dit jaar. Dare to dream. Heb jij nou nog dromen? Nou, ik ben niet echt een dromer, maar ik heb wel wat, ik ben best een optimistische realist. Maar er zijn wel dingen die ik heel leuk vind. Okay. En dit is er één van. Inhoudelijke sessies, kan één op één zijn, maar ook op een groot podium. Dus ik hoop dat ik het zo goed ga doen dat jij mij volgend jaar een heel mooi groot podium geeft. Een groot podium. Ja, want dat Forum 1 voor jullie volgend jaar? Precies, ja. Kijk, dat sta ik graag. Ik denk dat we echt een verhaal hebben wat voor de sector relevant is. Maar dat is waar ik echt persoonlijk ook super enthousiast van word. Kijk eens aan. Hartstikke goed om te horen, Bas. Bas, bedankt voor het leuke, toch korte gesprek. Studio is all yours. Ik ga plaatsmaken. En wil jij meer weten over Bloks? Kijk dan eventjes op onze website provada.nl. Onder het kopje video's, daar vind je ook de pitch van Bas. En wat zij zullen gaan presenteren tijdens Provada 2021. Bedankt voor het kijken.